Vandaag zien we veel bewolking boven ons land. Dat komt door een lage drukgebiedje, die vandaag vanaf de Britse eilanden over het noorden van Frankrijk koerst. Daardoor neemt de bewolking in de loop van de dag toe, wordt er uiteindelijk ook dikker en volgt er met name vanavond in de zuidelijke helft een beetje regen. Vanochtend schijnt mogelijk in het oosten en noordoosten van het land nog eventjes de zon. De temperatuur ligt dan rond een graad of drie en loopt vandaag op naar hooguit 6 graden. De wind die draait naar het oosten is zwak tot matig en wordt uiteindelijk matig van kracht. Vanavond valt in het zuiden en zuidwesten ook eventjes wat regen en dat houdt dan tot in de nacht aan. Elders blijft het bewolkt maar wel droog en de wind die blijft zwak tot matig uit het zuidoosten tot oosten waaien. Uiteindelijk wordt het overal droog, dat gebeurt eigenlijk vrij snel morgenochtend al en vanuit het, noord, vanuit het noorden klaart het steeds verder op. De ochtend start koud met in het noorden kans op vorst en mist, maar uiteindelijk schijnt overal wel even de zon en wordt het 4 tot 7 graden. De dagen daarna dan blijft het droog en in het weekend ook vrij koud. Met in het noordoosten van het land temperaturen rond een graad of twee. In het zuiden is het met vijf graden wat warmer. S'nachts kan het licht vriezen en is er kans op mist. Na het weekend dan wordt het weer zacht met temperaturen rond acht graden. Ik wens u nog een fijne tweede kerstdag.